In Abu Dhabi zijn meer clubs op trainingskamp. Eerder deze week brachten we een bezoek aan het Anderlecht van John van den Brom. Vandaag namen we een kijkje bij de tegenstander van morgen. Het HSV van Rafa van der Vaart en Bert van Marwijk. Vitesse-trainer Peter Bos is voor Van Marwijk geen onbekende. Ik heb met die gearbeid in Rotterdam vandaag. Coach, helemaal sportelijk. Vitesse werkte donderdagmiddag een lange training af. Na de training vroegen we Marco Vujinovic wat hij van de trainingskamp vindt. Ja, fantastisch. Velden zijn heerlijk, hotel is heerlijk, weer is heerlijk. Dus als spelers hebben we helemaal niks te klagen. Is het een goede afwisseling tussen het spelen van oefenwedstrijden en trainingen? Ja, zeker. We trainen hard. De wedstrijd is natuurlijk heel leuk. Twee hele fantastische wedstrijden, Wolfsburg en HSV Hamburg. Ik denk dat je als jonge jongens en ook als spelers gewoon zulke wedstrijden zo graag mogelijk wil spelen. En dat je de kans krijgt om die te spelen is natuurlijk fantastisch. Ik had er eigenlijk heel weinig verwachtingen van. Het ging om onze manier van spelen. Dat hebben we gewoon heel goed uitgevoerd. Vujinovic probeert de Servische jongens wegwijs te maken binnen Vitesse. Ik ben gewoon een tolk. Zijn nog eentje is jong, de ander heeft aardig wat meegemaakt. En die kan ook Engels, dus die verstaat ook genoeg. Maar gewoon als ze wat vragen hebben, kunnen ze altijd bij mij omdat ik hier wat langer zit dan zij. En die taak neem ik graag op me.